Kinderen. De ultieme invulling van menig relatie. Maar dan moet je ze wel kunnen krijgen. En dat lukt niet altijd. Zouden jullie kunnen accepteren dat je kinderloos door het leven zou gaan? Nee. Oh. Nee, eigenlijk niet. Dat niet, nee. Er is een laatste redmiddel. Adoptie. Maar er zijn veel te veel ouders voor veel te weinig kinderen. De adoptiemarkt is overspannen. Wie het meeste betaalt, die krijgt de meeste kinderen toegewezen. En de jongste kinderen? En de blankste misschien ook nog wel. In Reporter, de slag op de adoptiemarkt. Colombia, 2004. Een Nederlands stel krijgt in een kindertehuis een baby overhandigd. Het is de voltooiing van een lange adoptieprocedure. Eindelijk heeft het kinderloze stel een eigen kind. Maar dan gebeurt er iets vreemds. Toen hadden zij, na een dag of twee al, hadden ze het idee dat het iets in het kindje niet in orde was. Dat het geestelijk niet in orde was. En ze wilden het kindje teruggeven. Het kind is vooraf uitgebreid onderzocht. Volgens de rapporten en de deskundigen is er met het kindje helemaal niets mis. Onze contactpersoon heeft aangeboden om het kind extra te laten onderzoeken door psycholoog en door specialisten. Maar dat wilden de ouders niet. Die zijn daar niet op ingegaan. Die vonden dat ze het zelf al konden beoordelen en ze wilden het niet meer. De ouders willen ruilen. Ze geven het kind terug aan het tehuis. Nou ja, daar heb ik dus heel erg moeite mee. En van die mensen heb ik zoiets van, doe maar niet. Er is niets mis met het kind. Volgens Martina Tobias is de ware reden een andere. Ik heb wel eens stiekem gedacht dat dit kind gewoon niet in hun gezin paste en niet mooi op hun designbank kwam. Martina Tobias werkte tot voor kort bij Wereldkinderen, de grootste Nederlandse adoptieorganisatie. 30 jaar lang begeleidt ze Nederlanders die in Colombia een kind willen adopteren. Er is volgens haar in die tijd een hoop veranderd. Ja, het recht op kinderen hebben. En als het dan niet op een natuurlijke weg kan, dan gaan we adopteren. En ik vind wel dat een tendens is waar ik zelf wel een beetje moeite mee heb. Ik denk van ja, je moet het toch uit het oogpunt van het kind doen. Een kind onder de evenaar is meestal maar een bedelaar. Ooit ging adoptie vooral om de kinderen, arme kinderen uit de derde wereld. Door ze te adopteren kregen ze een kans op een beter leven, een toekomst. Die kinderen hebben daar maar dan ook totaal geen toekomst. Daar gebeuren dingen, als je daarvan hoort, dan rijzen de haren van te berg. Hildebrand Westra is amper 4 als hij wordt geadopteerd. Nu is hij voorzitter van United Adoptees International. Een organisatie die de belangen behartigt van geadopteerde kinderen. Wat mij af en toe irriteert aan het hele verhaal is dat adoptie over de hele wereld, maar ook nog steeds in Nederland, een aureool heeft van goed doen. Hè? Een soort vorm van heiligheid. Adoptieouders worden op het algemeen op een voetstuk gezet en beschouwd als een soort helden die de kinderen hebben gered. Adoptie is gewoon business geworden. Big business, zegt Martina Tobias. Ja, business klinkt natuurlijk heel erg negatief. Het is natuurlijk not done om dat in deze context te zeggen. Maar het is wel zo. Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel, ja. Ik moet er ook reëel over zijn. De adoptiewereld is een markt met vragers en aanbieders. Het te verhandelen product, het adoptiekind. Ze zijn er in alle soorten en maten. De wetten van de markt zijn glashelder. Wie het meeste betaalt, krijgt de meest gewilde waar. Wereldwijd heb je natuurlijk heel veel concurrentie, heel veel vraag en aanbod. Het is ook wel een beetje een slag om wie het meeste betaalt van de organisaties of wie het meeste donaties geeft en wie... Maakt het dus die, af? Nou ja, die krijgt de meeste kinderen toegewezen. En de jongste kinderen? En de blankste misschien ook nog wel. De jongste, de blankste? En de gezondste. In Nederland is de schatting dat we aan directe adoptiekosten, zeg maar pakkenweg 30 miljoen euro omzetten per jaar. Als we dat in de breedte trekken van de overige kosten die daarmee gemoeid zijn, belanden we al gauw op 75 miljoen euro per jaar.
vergelijking met bijvoorbeeld een groter land als de Verenigde Staten is gebleken dat tussen 2004 en 2005 1,5 miljard dollar omgezet werd. Waarvan een bedrijf als Market Data Enterprise heeft aangegeven dat zij hebben gezien dat er een groeicurve in zit van pakkenweg 11% per jaar. Ja, dan kun je toch redelijk spreken van een industrie, lijkt mij. Adoptie is een industrie geworden waar de best betalende het meest schaarse goed verkrijgt. En dat leidt steeds vaker tot excessen. Een kind wat uit India vandaan komt, waarschijnlijk door de moeder nooit werkelijk is afgestaan. Een koppel uit Ommen die zeg maar onder valse voorwenselen in Sri Lanka terechtgekomen is. Voorbereiding heeft getroffen voor een mogelijke adoptie, maar eigenlijk zich bezig hebben gehouden met illegale kinderhandel. Guatemala, in principe een land wat zeg maar een superleverancier is voor de Verenigde Staten. Waar tot nu toe blijkt alsof zeg maar, moeders min of meer geprest worden om de kinderen te baren. Look who I am. Deze meet mommy and daddy. Yeah. Wie weet zitten wij straks ook over een aantal weken in Amerika om ons kindje op te halen. Ja. Heel onwerkelijk. En dat zij dan ook zo'n heel kleintje hebben. Nou, niet te vatten, gewoon als je daarna zit te kijken. Echt, echt fantastisch. Is het belangrijk voor jullie dat het een kleintje is? Ja, het was wel een wens voor ons om dat het zo jong mogelijk inderdaad. Ja. Dat, dan maak je alles mee, hè? Lieve. Hugo en Eline. Ze hebben een legitieme wens. Een kind. Maar dat lukt niet. Ja, je loopt in al die procedures dan met medische dingen. Van, waar ligt het aan? Wat kan het zijn? Dat soort dingen. En dan uiteindelijk... dan heb je het er wel eens over. Van wat nu als we nu in de volgende fase en het gaat niet goed. Wat wil je dan adopteren? Nou, daar waren we het eigenlijk vrij snel over eens. Hugo en Eline willen een kindje. Maar de baby die ze willen is schaars geworden op de adoptiemarkt. ...1990. Meteen na de val van het communistisch regime komen deze beelden uit Roemenië. Op hetzelfde moment zijn er heel veel mensen die graag een kind zouden willen opvoeden, zouden willen hebben. En men ziet die kinderen als beschikbaar zijnde. Die kinderen zitten in tehuizen, dus die zijn van niemand. De adoptieindustrie komt op gang. In de eerste maanden na de val verlaten meer dan 10.000 kinderen het land. Wat er gebeurt in zo'n land is dat er steeds meer kinderthuizen komen. Er komen ook veel buitenlandse organisaties, adoptieorganisaties of daarmee verbonden organisaties die kinderthuizen gaan oprichten, kleine kinderthuizen. Die kinderen een soort doorgangshuizen naar internationale adoptie. Roelie Post werkte jarenlang in Roemenië voor de Europese Commissie. Ze ziet dat adoptie leidt tot corruptie bij directies van kindertehuizen. Toen men zag hoeveel geld er mee te verdienen was, werden sommigen daardoor gecorrompeerd natuurlijk. Wat bedoelt u met gecorrompeerd? Nou ja, dat ze inzagen dat er geld mee te verdienen was en dat er voorwaarden werden gesteld. En dat kon geld zijn voor het kindertehuis. Maar dat ging ook vaak, wat we zagen, in persoonlijke verrijkingen. Inmiddels staat Roemenië niet langer toe dat kinderen het land verlaten voor adoptie. Maar volgens Roelie Post is het probleem daarmee niet opgelost. De vraag neemt alleen maar toe naar kinderen. En de ervaring heeft geleerd dat elke keer als een land sluit, dat er meteen nieuwe kanalen worden geopend. En dat mensen dus het hele proces zich in een nieuw land weer herhaalt. We weten gewoon bijvoorbeeld dat Bulgarije op dit moment een relatief belangrijk land geworden is. Hè. We hebben de groei ontzien ontstaan bij de Oekraïne, kinderen uit Rusland. Maar ook landen als Guatemala, om maar even zeg maar, buiten de Europese grenzen te gaan. Adoptie, de droom van kinderloze ouders. Goed voor een kansarm kind, een win-win situatie heet zoiets tegenwoordig. Toch zijn de meeste adoptiedeskundigen het erover eens dat het beter is om de kinderen in hun geboorteland op te vangen. Is dat belangrijk, dat kinderen in hun eigen land blijven? Ik vind het heel belangrijk. Wow. Ik denk dat de beste optie is om kinderen gewoon in hun eigen omgeving, in hun eigen land, in hun eigen cultuur op te laten groeien. Als die mogelijkheid er is, moet je ze niet zo ver verplaatsen, denk ik. Mede naar aanleiding van de Roemeense excessen komt in 1993 het Internationaal Haags Adoptieverdrag tot stand. Het is de bijbel van de internationale adoptie. Belangrijkste punt, ieder land moet zich tot het uiterste inspannen om kinderen eerst in eigen land op te vangen.
Wij krijgen steeds minder gezonde jonge baby's aangeboden vanuit het buitenland, omdat deze kinderen veel meer in eigen land kunnen worden geplaatst. Adoptieouders daar willen natuurlijk ook graag liefst een gezonde jonge baby. Het aanbod van jonge kinderen is drastisch gedaald, zegt Ina Hut, directeur van de grootste adoptieorganisatie van Nederland. Maar er is nog een reden voor dat krimpende aanbod. Wij Nederlanders betalen gewoon te weinig. Ik heb dat wel meegemaakt bij jubilea, dat ik inderdaad bij de tehuizen was. En dat je dus ziet dat inderdaad Amerika groot uitpakt, Frankrijk groot uitpakt. En Nederland daar toch een beetje kinderachtig met een klein cadeautje achteraan loopt. Wat voor cadeautje dan? Nou, een zilveren schaal met een inscriptie erin en 25 jaar Hollanda, Colombia. En wat doet de Verenigde Staten dan? Ja, die pakt heel groot uit met hele grote checks. We zijn een periode ingegaan van sterke internationale concurrentie voor steeds minder kinderen met een steeds grotere vraag. Nou, ik denk dat de Amerikaanse organisaties het meeste hulp geven aan de tehuizen en aan de achterblijvers. Het meest betalen? Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Het klinkt altijd zo negatief, maar dat zo zou je het kunnen zeggen. Andere landen betalen meer voor jonge, gezonde baby's. Waarom doet u dat zelf niet? Omdat dat kinderhandel is. Maar het is toch gewoon een markt? Je kunt toch gewoon meer betalen? Als je dan het schaarse goed kunt krijgen. Ja, maar ik zie adoptie niet als een markt en ik wil het ook niet zo zien. En wij doen hier absoluut ook niet aan mee in deze praktijken. Ik weet ook gewoon uit ervaring dat we pogen in Nederland, vergelijk met veel landen om ons heen, dat wel op een goede manier te doen, maar de praktijk is helaas anders. 56 is wel veel te groot, hoor. Ja, voor in het begin wel, hè. Ja, zie je? Hier hebben we ook nog een maand 50. Dit is 50, 56, hè. Oh, ja. Zouden jullie kunnen accepteren dat je kinderloos door het leven zou gaan? Nee. Oh. Nee, eigenlijk niet. Dat niet, nee. Zeker niet. Een kind is een kind. Of dat nou uit je buik komt of uit je hart komt, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Nee. Voor ons is dat gewoon ook straks ons kind. Je moet trouwens het wiegje nog even opmaken. Oké. Okay. Als ik me politiek correct zou willen uitdrukken, is de opvatting, en dat is de opvatting in de adoptiewereld, dat de bescherming van het kind centraal staat en dat ouders gezocht worden bij een kind en niet omgekeerd. Maar wat is de praktijk? Ja, de praktijk is dat voor de ouders in elk geval die kinderwens centraal staat. Iedereen die wil adopteren moet eerst een verplichte voorlichting volgen. De Stichting Adoptievoorzieningen organiseert deze bijeenkomsten namens de overheid. Wat we de laatste jaren zien, de laatste 5 jaar vooral, is dat internationaal het aantal aspirant-adoptieouders enorm is toegenomen. Om een voorbeeld te geven, China, wat op dit moment een van de landen is waar de meeste adoptiekinderen vandaan komen, heeft in 2006 een verdubbeling van het aantal aanvragen gezien, van, ik meen, 12.000 naar 24.000. Steeds meer stellen willen adopteren. Volgens UNICEF zijn er wereldwijd voor ieder adoptiekind 25 ouderparen beschikbaar. Adopteert Nederland in 1994 nog bijna 600 kinderen? In 2005 zijn dat er al 1100. Op dit moment wachten zo'n 4000 ouderparen op een kind. Je ziet in het Westen dat mensen op steeds latere leeftijd hun eerste kind nemen. Dat vergroot het risico van ongewenste kinderloosheid. Want die neemt sterk toe wanneer vrouwen boven de 30 zijn. Met als gevolg dat mensen ongewenst kinderloos blijven. En adoptie is dan een alternatief. Een alternatief. Maar niet voor iedereen. Nederlanders die adopteren zijn geen standaard Nederlanders. Mensen zijn over het algemeen hoger opgeleid en behoren daardoor ook vaak tot de hogere inkomensgroepen. U bent de bemiddelingsorganisatie. Wat kost een adoptie bij u? Ja, wij zijn geen bemiddelingsorganisatie. Wij zijn een kinderwelzijnsorganisatie waarbij adoptie een laatste optie is voor kinderen. Een adoptiebemiddeling kost geld, omdat wij professionele medewerkers in dienst hebben die betaald moeten worden. We kijken op de website van Wereldkinderen. Daar staan verschillende tarieven vermeld. Zo kost een Braziliaans kind ruim 11.000 euro. Een Chinees kind is bijna 2500 euro goedkoper. En neem je er 2, dan krijg je forse korting. Van deze bedragen gaat ruim 5000 euro standaard naar Wereldkinderen zelf.
Ja, dat is voor de kosten die wij hier in Nederland maken. Ja. We hebben een organisatie met zo'n 50, 60 betaalde medewerkers. En daarnaast hebben we in het buitenland betaalde medewerkers. Ja, de bemiddelingsfee, dat gedeelte van de bemiddelingsfee is voor deze medewerkers... is de dekking van de kosten die wij maken. Martina Tobias is begin jaren 70 medeoprichter van Wereldkinderen. Idealisme en het belang van het kind zijn dan de drijfveer. Maar volgens haar is Wereldkinderen nu een zakelijk bedrijf geworden. Wij moesten allemaal wel een plan schrijven van hoeveel kinderen denk je dat je volgend jaar uit jouw contact naar Nederland komen. Een soort target. Ja, je moest wel. Ja, ja. Nee, dat wordt op die manier niet gevraagd. Hoe dan wel? Wat wij natuurlijk moeten proberen te doen, omdat onze bemiddelingsfees ook daarvan afhankelijk zijn, is een inschatting te maken hoeveel kinderen er voor adoptie via onze organisatie naar Nederland komen. Want afhankelijk van het aantal kinderen wordt de hoogte van de bemiddelingsfee bepaald. Wat werd u verteld als u uw target niet haalde? Nou, dat had consequenties voor de bezetting. Dan gingen er FTE's af. Dan moesten er mensen worden ontslagen? Voelde u die druk ook? Ja, die druk heb ik wel gevoeld, ja. Ja. Nou ja, goed, laten we eerlijk zijn. De adoptiebureaus in Nederland zijn natuurlijk voornamelijk loyaal aan de grote vraag van potentiële adoptieouders. Dat is natuurlijk niks anders hier dan als bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada of elders in Europa. Ook de adoptieorganisaties hier moeten een organisatie draaiende houden? Ja, per definitie natuurlijk wel. Je kunt geen organisatie draaiende houden als je geen geld binnenkrijgt. Dus je moet kinderen leveren? Nou ja, plat gezegd komt het daarop neer. Terug naar Colombia. Ouders die hun kindje willen ruilen omdat het niet op de designbank past. Dat ruilen, dat gebeurt wel vaker in de tijd van Tobias. Zo moet ze bemiddelen voor een stel dat een baby wil. Tobias biedt een kind aan van 9 maanden, maar dat is te oud, vinden de ouders. Wat dacht u toen? Ga ik niet hardop zeggen wat ik dacht. Nee, dat is onbegrijpelijk. Ja, vind het ook niet acceptabel. Dan denk ik, ja, een baby is een baby. Bovendien was de regel tot 2 jaar is een baby. Mensen weten dat. Je mag geen nee zeggen tegen een kind onder de 2 jaar. Martina Tobias wil de ouders niet meer helpen. Maar Wereldkinderen neemt het kind terug en biedt de ouders later een ander kindje aan. Jonger, slechts 3 maanden oud. En dat willen ze wel hebben. Ik zou erna moeten gaan. Als dit klopt, dan gaan we hier intern nog wel even heel goed over napraten. Want? Ik vind het niet acceptabel. Dat vond mevrouw Tobias ook niet. Maar ze vertelde dus dat de ouders wel degelijk zijn aan een tweede kind zijn geholpen. De ouders zijn niet geholpen aan een tweede kind. Die terminologie, dat vind ik echt verschrikkelijk. Wij helpen kinderen aan ouders en niet andersom. Ook Hugo en Eline willen het liefst een jong babytje. Ja, nou, dat je dan zoveel mogelijk meekrijgt van het hele opgroeien. Als je natuurlijk een kind van 3, 4 jaar krijgt, dat is al natuurlijk een stuk verder dan dat je het eentje krijgt van 1,5 jaar. Ja. Qua opvoeding en dergelijke. De gezonde jonge baby blijft steeds vaker in eigen land. Of ze worden weggekaapt door landen die meer betalen. En wij krijgen steeds vaker de zogenoemde special needs, zegt Ina Hut. Wij definiëren special needs kinderen als kinderen met een licht tot zwaar medisch dossier. Kunt u denken aan bijvoorbeeld kinderen met een hazenliepje of een klompvoetje, wat redelijk gemakkelijk te verhelpen is. Maar ook kinderen met hartproblemen waar ze hun hele leven tegenaan lopen. Of kinderen met een ontbrekend ledemaatje. Nee, dat we het helemaal niet willen. We willen het helemaal niet, nee. We hebben ervoor gekozen om voor een, zoals je het zegt, gezond kind. Ja, als je zelf zwanger bent, dan wil je ook graag een gezond kindje. Ja, wil je ook graag dat het kind gezond is. En daar doe je dan ook alles voor. Of laat je misschien heel veel dingen voor. Maar ik heb het wel eens gevraagd aan Aline van, stel dat je dat zou willen. Tot hoe ver zou je gaan? Want dat vragen ze ook echt van, het is een vinger of 2 vingers of een hand of arm of... Ja. Noem het allemaal op. Zo vragen ze het ook aan je. Dat vragen wij niet op deze manier aan de ouders, waar de grens ligt bij 1 of 2 vingers. Maar wij onderzoeken wel wat de mogelijkheden bij de ouders zijn. Een kind is ook absoluut niet gediend bij plaatsing in een gezin waarvan de ouders het niet aan kunnen. Dus wij kijken wel degelijk of de ouders de handicap of de special needs van dit kind, of ze daar goed mee om kunnen gaan. Special needs kinderen zijn minder populair. Op een normale markt wordt er minder betaald voor minder gewilde producten.
krijg je een korting als je een kind neemt met een hazellip? Is dat goedkoper? Ouders betalen bij ons niet voor een kind, dat vooropgesteld, maar ze bepalen een bemiddelingsfee. En dus is er absoluut geen sprake van meer of minder betalen bij een speciaal niet kindje. Maar is dat wel zo? Op de website van Wereldkinderen staan voor Colombiaanse kinderen twee tarieven vermeld. Een kind van de Colombiaanse kinderbescherming, het zogenoemde ICBF, kost ruim 8700 euro. Kinderen van particuliere kinderterhuizen zijn bijna twee keer zo duur, ruim 15.000 euro. Waarom is dat? Dat is niet zo. Dat staat op de website. Nee, wij hanteren dezelfde bemiddelingsfees voor kinderen uit het ICBF als voor kinderen uit de kinderthuizen. Ja, maar dat is een hele principiële keuze geweest. Maar de totale prijs is bij de ene 8.000 zoveel en bij de andere is het 15.119 euro. Hoe kan dat? Waar zit dat verschil in? Daar kan geen verschil in zitten. Waarom zou ik 15.000 euro gaan betalen als ik ook 8.000 euro kan betalen? Omdat je bij die particuliere tehuizen de gereden kans hebt dat je een hele kleine baby krijgt. En via de ICBF niet, via de kinderbescherming. Dus wie meer betaalt, heeft een grotere kans op een jonge baby? Ja, als het via de particuliere tehuizen doet wel, ja. Wordt je dat verteld bij Wereldkinderen? Als u per se een kleine baby wilt, dan kunt u misschien beter het particuliere traject bewandelen. Ja, dat wordt verteld, ja. Ja. Dat weten ouders ook. Ja. En die weten ook dat het dan een stuk duurder is. Wij hebben hier een paar jaar geleden intern een hele principiële discussie over gehad. In die tijd werden via het ICBF nog met name de special need kinderen voorgesteld. En via de kinderthuis met name de jonge gezonde baby's. En toen hebben wij gezegd, wij willen geen onderscheid maken tussen deze kinderen. Omdat je niet verschil kunt maken tussen special need kinderen en jonge gezonde baby's. En ook niet tussen de ene organisatie en de andere organisatie. Volgens de directeur van Wereldkinderen hanteert ze geen prijsonderscheid tussen de verschillende organisaties. Maar waarom staat dat dan nog altijd op haar website? Als dat inderdaad zo op onze website staat, u heeft onze website goed bestudeerd, neem ik aan, dan is het kennelijk nog wel zo. Maar dan zullen we dat met ingang van vandaag rechtzetten, want ik vind het principieel heel erg onjuist. Ina Hut wil zeker weten of het nog op de website staat. Een uur vergaderen later wil ze een verklaring geven. Wereldkinderen hanteert toch twee verschillende tarieven in Colombia. Ik heb me hier vergist. We hanteren inderdaad twee verschillende tarieven. Met, naar mijn idee, de goede motivatie. Namelijk de motivatie van het doorrekenen van de kosten die in het land zelf worden gemaakt. Maar goed, wij hebben mensen gesproken die voor u werkzaam zijn in Colombia. Zij vertellen ons dat ouders wordt verteld, als u een jonge gezonde baby wil, kunt u beter het particuliere traject bewandelen. Dan heeft u gereden kans op een jonge gezonde baby. Bij het staatstraject is dat bijna uitgesloten. Dat vertelt u de ouders in Colombia. Nee, dat vertellen wij de ouders niet. Wat we wel vertellen is dat inderdaad de kinderen vanuit, vroeger althans, vanuit de tehuizen, dat het hier vaak om jonge gezonde baby's ging. En bij het ICBF vaak om special need kinderen. Dat is trouwens overigens tegenwoordig niet meer de situatie. Ook de special need kinderen komen nu vanuit de tehuizen. En het is absoluut onterecht om een om een verklaring op te voeren dat de jonge gezonde baby's dan meer of minder zouden kosten dan de special need kinderen. Er zijn stellen die geen zin hebben in special needs, geen zin hebben in wachten, geen zin hebben in te oude kinderen. Zelfs voor die mensen biedt de adoptiemarkt een oplossing. Tegen marktconforme prijzen uiteraard. De Verenigde Staten. De grootste afnemer van adoptiekinderen ter wereld. Ieder jaar importeert het land 20.000 kinderen. Minder bekend is dat het land ook kinderen exporteert. Bestemming is steeds vaker Nederland. In Nederland geldt de regel dat je uitsluitend adopteert via adoptieorganisaties die een vergunning hebben van het ministerie van Justitie. Wereldkinderen bijvoorbeeld. Maar in één geval mag het ook zonder adoptieorganisatie. Als je adopteert uit een land dat het Haags adoptieverdrag niet heeft getekend. Een land zoals de Verenigde Staten. Daar mag je het zelf doen. Hugo en Eline zijn zulke doe-het-zelvers. Nou, ik vind het niet ingewikkeld.
Nee, voor ons was het echt een eitje. Voor ons was het een eitje. Ja. Kijk, omdat wij heel snel een contact hebben gevonden. Ja, daar gaat het ook om natuurlijk. En die al vaker met Nederlandse ouders heeft gewerkt. En geholpen heeft dat ze uiteindelijk ook een kindje in Nederland konden krijgen. Ja. Dan heb je toch wel heel snel vertrouwen erin van dat kan bij jou ook. Het contact is meestal een gespecialiseerde adoptieadvocaat in de Verenigde Staten. Hij is de schakel. Hij regelt dat er een kind beschikbaar komt. Hij regelt het papierwerk en hij verdient eraan. Wat betaal je voor een advocaat? Wat moet jij even weten? Volgens mij tussen de $600 en $800 per uur. Dus dat, daarom is het ook behoorlijk prijzig. En wie verdient daar dan aan? Wie verdient daar aan? In de eerste plaats denk ik het bureau. Het bemiddelingsbureau. Het bemiddelingsbureau binnen de Verenigde Staten. Zegt Bertie Treur, directeur van de stichting Kind en Toekomst. Zij controleert of de doe-het-zelf-adopties volgens de regels plaatsvinden. Iedere doe-het-zelf-aanvraag passeert haar bureau. Wat zijn de kosten in het algemeen van zelf doen in de Verenigde Staten? Dat varieert ook per bureau. Dat varieert zeg maar van zo'n $26.000 tot zo'n $54.000. Wij hadden 10 jaar geleden zo'n 3-4 bemiddelingen per jaar. En op dit moment denk ik dat we toch wel naar de 60-70 gaan per jaar. Adoptie uit de Verenigde Staten wordt steeds populairder. Je betaalt 2 tot 3 keer zoveel, maar het gaat dan ook veel sneller. En je krijgt gegarandeerd een baby van een paar dagen oud. Ja, dat is een van de redenen waarom we voor Amerika hebben gekozen. Ja. Niet ouder dan 2 weken. Dus ja. dat is echt heel klaar. Maximaal een maand. Ja. Er is geloof ik geen één land ter wereld waar dat kan, hè? Of, Volgens mij niet. Volgens mij ook niet. Nee. Nee. Het is alleen in Amerika. Ja. Is dat voor jullie de doorslaggevende reden geweest? Ja. Het mag nergens ter wereld, maar wel in de Verenigde Staten. Daar mag de biologische moeder 48 uur na de bevalling haar baby afstaan. En steeds meer van die baby's komen naar Nederland. Dat is nou juist mijn grootste zorg. Want in ieder ander land is het zo dat een overheidsinstantie... het kan sociale zaken zijn, een dienst bij de overheid... die de belangen van de moeder behartigt. En als daarin gemerkt wordt dat een moeder niet verder wil gaan op het pad... dat dan ook zo'n moeder zich vrij voelt om te zeggen... ik wil dit niet meer... En dat ligt in de Verenigde Staten dus heel anders. Want er is geen overheid die waar dan ook op toeziet. Wat is de reden dat de moeder haar kind niet wil behouden en wil afstaan voor adoptie? Nou, in de meeste gevallen is het gewoon omdat ze er niet voor kunnen zorgen. Ja. En in jullie geval? Ook. Ook. Ze kan er niet voor zorgen? Nee. Dat is bijna altijd de reden. Ja. Dat is het verhaal dat de Amerikaanse advocaten vertellen aan adoptieouders. Bertie Treur kan het niet controleren. Er is geen onafhankelijke instantie waar ze dit kan navragen. Er is alleen een advocaat van de biologische moeder. En dat is vaak dezelfde advocaat die ook door de adoptieouders is ingehuurd. Ja, het past binnen het systeem van de Verenigde Staten. Maar het is eigenlijk totaal tegen alle beginselen die het Haagse verdrag voorstaat. Waarom staan we het dan toe? Ja... Dat is een goede vraag. En dan nog een vraag. Waarom blijven die kinderen niet gewoon in de Verenigde Staten? Maar daar is simpelweg gewoon geen plek voor. Al die Amerikanen willen gewoon liever gewoon een blanke kind. Alle adoptiebaby's uit de Verenigde Staten zijn donkere kindjes. Die willen ze niet in Amerika. Althans, dat is het verhaal dat de Amerikaanse advocaten de ouders vertellen. Ja, dat is niet helemaal waar, want we weten gewoon dat de Verenigde Staten al jarenlang zeg maar, kinderen ook uit de Afrikaanse gebiedsdelen haalt. En ook zeg maar, in die zin dat veel Afro-Americans, om het maar zo netjes te noemen, zelf ook de behoefte hebben om kinderen te adopteren van hun gelijke afkomst qua ras. Dus dat verhaal gaat niet op. Vorig jaar nog adopteren de Verenigde Staten 1000 kinderen uit Ethiopië. 1000 donkere kinderen. Wat denkt u eigenlijk dat de echte reden is dat die kinderen hier naartoe komen? Bijvoorbeeld dat de
kosten die de advocaat of het advocatenkantoor berekent hoger kunnen zijn aan de Nederlander dan wat ze zouden kunnen vragen voor een donker kindje in de Verenigde Staten. Ze kunnen hier meer verdienen aan zwarte kinderen dan in hun eigen land. Als u dat zo wilt zeggen, ja. Nou, het gaat eigenlijk over mensenlevens. En ik vind eigenlijk dat het leidmotief moet zijn. En dat we eigenlijk, als het om geld gaat, dat het de sluitpost moet zijn van de hele ontwikkeling rondom het helpen van kinderen. Het Haagse adoptieverdrag stelt dat landen alles moeten doen om kinderen eerst in eigen land op te vangen. De Verenigde Staten hebben dat verdrag niet ondertekend. Toch eist Nederland dat iedere adoptie in de geest van dat verdrag plaatsvindt. Daarom zijn we gaan vragen om van drie bureaus die lokaal in Amerika plaatsen te horen of daar plaatsingsmogelijkheden zijn voor dat bepaalde kindje. Voordat een Amerikaans kind naar Nederland kan komen, moet de advocaat van de adoptieouders met drie verklaringen aantonen dat het kind niet in Amerika kan worden geplaatst. Ja, hij belt op of mailt of ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar in ieder geval, hij probeert om dat kindje dan bij zijn contacten onder te brengen. We spreken een stel dat bezig is met adoptie uit de Verenigde Staten. Ze willen niet voor de camera, maar ze vertellen dat de drie verklaringen een formaliteit zijn. Die liggen al standaard klaar, zelfs al voordat het kind is geboren. Dat verwondert me niet, dat verhaal. We hebben zelfs brieven gekregen van een van de contacten waar de over in stond het ongeboren kind van dat zal ongeveer zus en zo eruit zien en kunnen jullie dat plaatsen? Dus dat werd al voor de geboorte allemaal geregeld. Mag dat? Natuurlijk niet. Daar is het ook nooit voor begonnen of onbegonnen. Het is dus weer een wassen neus waar gewoon aan voldaan wordt. De sociaal wenselijke antwoorden of acties worden gedaan en dat is het. Doe het zelf adoptie in de Verenigde Staten. Hoge rekeningen, commerciële advocatenbureaus die kinderen brengen waar ze het meeste opbrengen. Papierwerk dat niet klopt. Bertie Treur moet het allemaal controleren. Kunt u dat goed uitvoeren? Nee, dat kunnen we eigenlijk helemaal niet uitvoeren. Er zijn zoveel punten waar we geen controle op hebben. De geldstromen, de contacten tussen adoptiefouders en de moeder. Interactie tussen moeder en advocatenkantoor. We hebben daar geen idee van. Hoe zou u het traject in de Verenigde Staten willen kwalificeren? Daar zou eigenlijk op deze wijze niet mee gewerkt moeten worden. Stoppen? Stoppen als het zo moet. Treur heeft het ministerie van Justitie al in 2005 laten weten dat de controle hapert. Haar zorgen zijn opgetekend in dit rapport dat is opgesteld in opdracht van het ministerie. Het rapport trekt over de doe-het-zelf-adoptie de volgende conclusie. Daardoor ontstaan risico's die op de eerste plaats het belang van het kind in gevaar kunnen brengen. In Nederland waakt de Raad voor de Kinderbescherming over het welzijn van kinderen. Ook de Raad is bezorgd over de doe-het-zelvers. Op hun website lezen we... De Raad is geen voorstander van het realiseren van een adoptie langs deze weg. De controlerende instantie geeft aan dat ze het niet kan controleren en de Raad voor de Kinderbescherming is geen voorstander. Waarom staan we het dan nog toe? Het ministerie van Justitie laat ons het volgende weten. Signalen dat adoptieprocedures kwetsbaar zijn of worden misbruikt, neemt het ministerie van Justitie uiterst serieus. Maar het is nog te vroeg om uitspraken te doen over de zelfdoen adopties uit de Verenigde Staten. De kinderwens van Hugo en Eline is legitiem. Niemand kan het deze mensen kwalijk nemen dat ze gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Maar al die begrijpelijke kinderwensen leiden tot een overspannen markt. Wie het meest betaalt, krijgt het meest begeerde kind. Dat zijn toch wel grote zorgen die ik graag wil delen met mensen. Dat mensen niet meer stilstaan dat het eigenlijk zou moeten gaan om de rechten van het kind. En ook de zorgen over de uiteindelijke oorsprong van het kind bij de ouders. In dit geval veelal de moeder. Dat daar eigenlijk geen oog en hart voor is. Waar gaat het nu dan om? Nou, dat het kind zo snel mogelijk in Nederland krijgen. We'll be right back.
Hebt u de behoefte te reageren, dan kunt u terecht op onze website reporter.kro.nl.